Um, Mark, even naar het uh, nieuws wat zojuist is binnengekomen over China, die nu uh, Amerikaanse journalisten het land uit gaat zetten. Dat heeft te maken met het eerder besluit van Amerika om werkvergunningen van Chinese uh, journalisten ja. in te trekken. Kunnen we dit ook voor Nederlandse journalisten verwachten? Ik weet het niet, de Den een goede journalist zit daar, keurig kerel, loopt met zijn mondkapje op, doet heel erg goed verslag. Dus ik, Consument ik hoop, van de NOS? Ik, ja, NOS. Ik hoop niet dat ze die terugsturen, want daar, daar hebben we wat aan. Ik vind dit heel erg kinderachtig en jammer, want volgens mij is het geen tijd om nu hier politiek over te gaan bedrijven. Het is gewoon informatievoorziening, hè? dat willen mensen allemaal weten. De hele dag is er informatie, dus ja. ik zou zeggen, doe niet zo kinderachtig. Ja, zou onze persvrijheid dan nog in het geding komen, als we daar niet verslag kunnen doen? Nou ja, daar moeten we heel erg voor opletten. Kijk, overheden over de hele wereld moeten nu noodmaatregelen nemen om die coronacrisis uh, aan te kunnen. Maar we moeten echt ervoor waken dat onze rechtsstaat daardoor in het gevaar komt. Uh, daarom hebben we ook in Nederland als parlement er echt voor gekozen om wel door te werken. We doen dat ook aangepast in de Tweede Kamer. Maar we vinden het superbelangrijk dat wij het kabinet kunnen blijven controleren, met de premier in debat ja. kunnen. Uh, en en, en de journalistiek hoort en daar de natuurlijk ook bij. Hoort daarbij, want zonder uh, onafhankelijke media heb je ook geen democratische rechtsstaat. Oké, okay, dus dat daar dat dat gewoon kan doorgaan.